In Holzbeek zijn ze aan het schrijven aan een nieuw verhaal en ik heb uh, de twee mensen bij me staan links en rechts die het best geplaatst zijn om uh, ja, me daar wat meer info over te geven. Ik ga beginnen met Kurt, de sportief verantwoordelijke van Holsbeek. Ja, um, hier is van alles op til. Hè. Ja, nou, dat klopt inderdaad. Uh, vijf jaar geleden zat uh, Holsbeek in uh, woelig water. Uh, dan zijn we met een paar mensen gaan samenzitten, uh, dus de hoofden bij elkaar gestoken, keken van ja, wat gaan we nu doen met de club? We zaten op dat moment, ik denk ik, met zevental ploegen, 85 spelers. Het oh, was niet echt instroom meer, dat was echt wel moeilijk. Is er nog een, een, een toekomst voor de club? Uiteindelijk hebben we, of zijn we een project gestart, Make VK Oostbeek Great Again. En dan, ja, vijf jaar later, 400 spelers, 23 ingeschreven clubs. Het leeft in Oostbeek ja, we werken daar hard aan. De, de, de spelers blijven toekomen. Iedereen wil hier zijn. We hebben uiteraard schitterende accommodatie. Ja, en dat draagt allemaal bij tot het succes. Dus dat is echt wel ja, leuk, leuk. We zien alleen, we ja. alleen wat die faciliteiten betreft, ja, jullie groeien heel hard, dus daar mag eigenlijk nog iets bij komen. Ja, eigenlijk wel. Uh, we zitten bijna op onze limiet. Uh, ik denk dat als er nog uh, een, twee ploegen bijkomen, drie, dan wordt het echt wel moeilijk. Dan uh, gaan we moeten zien uh, wat dat we doen qua uitbreidingen. Of dat dat mogelijk is, hè, of dat uh, het bestuur daarin uh, mee wil, uh, vooral het gemeentebestuur. Uh, of dat we nog mogen uitbreiden, kunnen uitbreiden. Maar ja, dat zijn zorgen voor, uh, voor later. Laat ons eerst. Ja, Verder op, een, op het niveau elan dat we nu bezig zijn, even op ons effe komen. Zien wat we nodig hebben binnen twee, drie jaar. En dan gaan we, wel, gaan we er wel komen, denk ik. Goed, als de stemmers willen. Van Holzbeek, van de voetbalclub, ja, dan is het wel de moment. Want de verkiezingen staan voor de deur. Dus uh, ja, nu, nu kunnen ze nog uh, stemmers winnen. Hè? Ja, 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 uiteraard. Uh, ik hoop dat iedereen die hier aangesloten is bij, bij VK Holzbeek een klein beetje druk zet. Nee, nee we, moeten, we moeten daar uh, rustig in blijven. Maar dat is inderdaad zo. Uh, ja, we gaan wel zien wat dat het wordt. Uh, we gaan daar zelf uiteraard ook wel uh, iets in, in doen uh, als club. Uh, en we hopen uh, ja, dat er mensen zijn van buiten die ons daar ook een beetje kunnen inspireren. Steunen, want ik zeg het, op vijf jaar tijd uh, zo groeien, dat is echt wel uh, enorm. Uh, wat ook leuk is, en, en uh, dat heeft te maken met alles, uiteraard. Hè. Uh, uh, maar ja, ik denk wel dat we gaan komen. Dat komt wel in orde, allemaal. Ja, ja. ja en dan uh, Stevie, de TVO van uh, deze club. Ja, dan heb jij nu je handen vol met zoveel teams. Absoluut. Het uh, was eerst. Uh de moeilijkheid om, uh, om, om trainers te zoeken voor alle nieuwe spelers en alle nieuwe ingeschreven ploegen. Dat is ondertussen al uh, meer dan een maand gelukt. Daar ben ik heel blij om. Nu is het uh, de puzzel die gelegd is geweest. Voor uh, het veld te verdelen. Dat iedereen op maximale grootte kan trainen. Dat is ook gelukt. Verder gaat het trainers begeleiden, trainers helpen worden. En uh, proberen een contactpersoon te zijn tussen, uh, tussen ouders, trainers en spelers. Uh, soms een beetje de bal in het midden proberen houden. Iedereen gelukkig maken. Dus. Op welk niveau zijn jullie eigenlijk actief met de jeugd van Holzbeek? Wij zijn momenteel op gewestelijk niveau actief. Wij uh, hebben um, een beetje het doel gesteld om proberen, zeker met de manier dat de club nu groeit, om misschien binnen vijf jaar richting een provinciaal label te gaan. Maar dat hangt natuurlijk van de verdere groei af en van alles daar rond natuurlijk. Ja, zoveel ploegen, dan veronderstel ik ook dat jullie in iedere leeftijdscategorie een jeugdploeg hebben. Momenteel zijn uh, ploegen van U6 tot U21 ingeschreven. Dan hebben wij drie senioren mannenploegen, twee senioren vrouwenploegen. En dat is al uh, serieuze moeite momenteel. Dus. Ja, dan uh, hoe zit het dan met de doorstroming? Want ja, dan heb je al jeugdploegen tot de U21. Je hebt een uh, tweede, een B-elftal, een A-elftal. Ja, komen die talenten stilletjes aan uh, piepen? Goh. Het is nog een beetje vroeg, hè. we zijn nog niet zo heel lang in dat traject bezig. Wij hopen binnen dit en ook vijf jaar goh, een aantal spelers te kunnen klaarstomen om door te groeien naar, uh, naar onze P4, hopelijk dan P3 en, en misschien wel P2. Um, daar werken we samen met de trainers van de senioren. Um, zij komen ook kijken, zij geven tips aan de trainers. Uh, er zijn ook uh, trainersbegeleidingen vanuit, uh, vanuit onze uh, ploegen, zeker de, de trainer van de P2. Uh, dus echt wel een nauwe uh, samenwerking, wat, dat, ja, voor iedereen, uh, wat dat iedereen ten goede komt, ja, absoluut. Dus het is niet zo dat er, allee, zoals bij heel veel uh, ploegen met een A- en B-ploeg, dat de B-ploeg momenteel uit, uh, het sluitend jonge uh, jongelingen bestaat? Nee, 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 dat is ook zo. Dat is helemaal niet zo. Um, omdat we daar. Uh, allee, die, die periode van het woelige water tot nu is veel te kort geweest om uh, ja, daar te kunnen, kunnen vruchten van plukken. Ik denk binnen dit en vijf jaar uh, moet dat realistisch zijn. Wij hopen vroeger, maar ik zeg het: we gaan dat rustig aan doen. We willen geen stappen overslagen, want anders gaan we ons, ons eigen dat beklagen. En, en dat moeten we absoluut niet doen. Ja, Kurt was uw voorganger. Ik denk misschien ook uh, iets ouder als u. Dus ja, ja je gaat jongere ideeën meebrengen. Ja, wat zijn uh, ideeën van deze TVO? Wat uh, wilt hij hier in uh, Holzbeek nog bereiken? Voor mij is eigenlijk het eerste doel om gewoon stabiliteit te creëren. Ik wil gelukkige spelers zien in een veilige leeromgeving. En eigenlijk is dat gewoon het allereerste doel. Trainers die hier zijn, trainers die blijven, eventueel. Uh, spelers of jeugdspelers, zoals nu het geval is, die doorgroeien naar het trainerschap, die zich eigenlijk ook nog meer verbinden aan de club, dat is eigenlijk momenteel het eerste doel. Um, ik heb afgelopen seizoen mijn eerste twee diplomas gehaald. Ik ga in oktober aan mijn TVO-cursus starten. En vandaar gaan we ook um, de, de tips en de tricks van voetbal Vlaanderen proberen toe te passen in de club. Klinkt uh, niet slecht, hè Kurt? Ja, dat is ook zo. Uh, we hebben heel wat ambitieuze trainers. Uh, ik denk voor het eerst in de geschiedenis denk ik, dat we bijna allemaal trainers hebben die een diploma hebben en of uh, ingeschreven zijn om hun diploma te halen. Wat dat voor een gewestelijk clubje als VK Holsbeek uh, ongelooflijk uh, leuk is. Uh, en dat draagt bij aan het succes. Uh, make VK Olsbeek Great Again. Um, ik denk, uh, ja, we mogen daar echt wel trots op zijn. Um, als je dat bekijkt, uh, iedereen werkt daaraan mee. Uh, we moeten ook iedereen danken. Uh, niet alleen de staf, uh, de spelers, de ouders. Oh, de vele vrijwilligers die daar uren en dagen in steken. Oh, ik kan niet genoeg mensen bedanken. Uh, uh, kijk, als je rondkijkt, uh, hoe mooi dat dat hier is. Uh, ja, dat, dat geeft u de zin om hier te komen voetballen. Dus, allee, ja, iedereen is hier welkom. Dus uh, ja, laat ons hopen dat we dat, we dat kunnen volhouden. Uh, dat we kunnen blijven samenwerken met z'n allen. Uh, maar dat ziet er goed uit, want allee, dat is echt een goed gevoel dat we hier hebben. Ja, en jullie hebben dan ook nog de vrouw van Holzweek aan het voetballen gekregen. Uh, uh, hoe verloopt dat verhaal? Ja, ja, um die hebben een geweldig seizoen uh, twee jaar geleden gehad. Uh, die zijn kampioen geworden in, uh, in tweede provinciale. Dan hebben die vorig jaar een meer dan uh, degelijk seizoen in eerste provinciale gespeeld. En zijn vijfde geëindigd. Uh, dit jaar een nieuwe trainer. Uh, de uh, vorige trainer is, uh, is weggegaan. Die is uh, naar een andere ploeg gegaan. Hebben we iemand nieuw gezocht, Ook iemand binnen de club. Om weer dat gevoel te, ja, van, van Holzbeek te, te behouden. Uh, en gaan we ook, uh, of, of zal er ook een, een tweede damesploeg komen? Uh, om daar ook weer uh, die, die groeimarge uh, te behouden en, en ervoor te zorgen dat dat, dat, dat lukt voor de toekomst. Voilà. Okay. Ja, de passie van je voorganger druipt er vanaf. Dat werkt wel aanstekelijk. Absoluut, absoluut. Het was ook niet heel moeilijk om over te pakken, uh, de, de basis was gelegd. Dus ik kon gewoon verder bouwen op wat lag. Wat het dan eigenlijk heel makkelijk maakt. De mensen die al aanwezig waren, zijn allemaal gebleven. stonden allemaal achter het feit dat ik werd aangesteld. En die hebben eigenlijk gewoon samen met mij verder gebouwd aan wat er ligt. Dus ik um, ben momenteel uh, heel content met de gang van zaken hier. En ik hoop dat dat zo blijft. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we dan kunnen besluiten dat uh, de toekomst van Holsbeek gegarandeerd is. En dat hij er zeer rooskleurig uitziet. Veel succes komend seizoen hier. Ja, dankjewel.